Hey, ik ben Imke en dit zijn mijn favorite noises. Ja, wat is mijn favoriet? Ja, toch wel een beetje Nederlandstalig pop, denk ik. Ja, dat vind ik leuk. Nederpop. Nederpop, precies. Maan. Busy. Ja, toch wel kraantje papje of zo. Ik vind gewoon Nederlandstalige nummers vind ik gewoon heel erg leuk. Ik weet ook niet zo goed waarom ik het leuk vind. En Busy heeft dan weer altijd, ja, die heeft altijd wel een beetje hetzelfde soort nummers. Maar dat vind ik gewoon heel erg gezellig. Als je Busy aanzet, nou, dan is iedereen gewoon lekker aan het dansen, zeg maar. Kraantje papje vind ik gewoon een hele sexy man. En misschien vind ik hem daarom ook zo leuk. Ja, maan. Ik hou eigenlijk niet zo van vrouwen die zangeres zijn. Maar maan dan maar wel. Er zijn heel weinig mannen die zangeres zijn. Ja, dat is dan toch... Hij is van mij. Van maan. En busy. Ja, hij is dus eigenlijk niet nieuw uitgekomen, want hij is gewoon gecoverd. Maar ik vond die van Davina Michelle, die vond ik echt duur te lang, vond ik echt geweldig. Maar ja, die heeft zij gewoon gecoverd. Dat was ook niet dit jaar. En dat was ook niet dit jaar. Oh, is dat zo lang geleden? Oh, sorry. Ik vind het lastige vragen die je stelt, omdat ik niet zo heel erg veel muziekkennis heb eigenlijk. Ik luister wel heel veel muziek, maar ik weet nooit van wie het is en nee. Ja, ligt er weer aan je stemming, want soms heb je goede teksten nodig. Als je bijvoorbeeld liefdesverdriet hebt, of juist dat je heel erg verliefd bent, of je hebt ruzie met iemand, of je voelde jezelf gewoon even niet helemaal lekker, of je voelt je juist helemaal happy, dan is een goede tekst wel heel erg fijn. Of nee, weet je wat het eigenlijk ook is? Als je dus heel erg happy voelt, dan is een goede beat lekker. Dus als je een lekker feestje hebt, als je met vriendin bent, als je gewoon gezellig, dan is een goede beat heel lekker, want dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar als je dus ergens een beetje kloot overvoelt, dan wil je dus dat je een soort van gehoord wordt, of dan wil je dat iemand, dat je ergens in kan herkennen, dat je denkt van, oh ja, ik ben niet de enige in de wereld. Turken. Absolutely. Uptempo. Klassiekers. Absoluut. Spotify. Ja, nee, weet je wat het is? Spotify vind ik gewoon heel erg handig. Maar ik vind naar de radio luisteren ook wel heel erg fijn. Want ik vind het ook heel erg leuk, alles wat er tijdens de radio wordt gezegd. Bijvoorbeeld een Mattie en Marieke of zo. Heerlijk om naar te luisteren. Ja, ik vind muziek ontdekken eigenlijk wel heel erg leuk. Maar ik neem er niet echt de tijd voor. Ik heb het liefst dat ik dan van iemand denk van, oh, je hebt een beetje hetzelfde muziek vaak. Wat luister jij? Oh, dan ga ik het ook luisteren. Zo is het een beetje. Maar als ik echt me heel erg verveel, dan ga ik dus een beetje muziek ontdekken. Ja, nee, dus dan is het toch eigenlijk wel vast playlist. Ja. Ja, meezingen het liefste wel, maar ik kan niet zo goed zingen. Dus, nee, als ik meezing, dan hoor ik wel heel vaak van, wil je dat niet doen? Maar ik vind het wel leuk. Laatste concert was Waylon. Wil je ook weten hoe het was? Ja, dat was leuk. Nee, was heel leuk. Ik vind Waylon een hele, hele fijne stem hebben en een hele fijne man om naar te kijken. Dus daarom ging ik daar naartoe. Ik zou nog heel erg graag een keertje naar de toppers willen. Ja, nou. Als je dan mag kiezen uit alles van de wereld. Nee, dat zou ik absoluut dan een keer naar Beyoncé of zo willen. Maar de toppers lijkt me ook heel leuk. Ja, live optreden van... hoe heet hij nou? Van ook een songfestival. Die heeft toen gewonnen en die kwam uit Zweden. Fairy Tale. Na, 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 na. Die wil ik even laten zien aan de kijkers. Want... En vooral het begin, hoe hij dan start. En dan kijkt ze wel eens in de camera. En dat is, ja, dat is zo'n... Ja, ja, eigenlijk is het vooral zo fijn om naar te kijken. En het is een heel leuk nummer. Maar hoe heet hij ook alweer? Ja, Rai Bach, nog iets. Maar ja, en hij staat met zijn viool. En superleuk clip naar te kijken.